Goedemiddag allemaal. Welkom bij ons webinar waarin we het gaan hebben over de data manager. We gaan daar een toelichting op geven. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Sliman Azougah en we gaan ook gelijk van start. Nou, eerst maar even de inhoud van vandaag. We gaan het hebben over wat de data manager nou eigenlijk is. We gaan kijken naar waarom de data manager ontwikkeld is in eerste instantie. Waar deze te vinden is, want we hebben verschillende platforms waar de data manager te raadplegen is. We gaan kijken uiteraard naar de bediening van de data manager. Van hoe ga je met het systeem om? Wat kan je er allemaal in kwijt? En hoe kan je er uiteindelijk een logboek van uitdraaien? Want daar gaat het allemaal om uiteindelijk. Er zit ook een koppeling in naar de multiselector. Die is jullie alle denk ik wel bekend. Je kan dus vanuit de multiselector oplossingen toevoegen aan de marker in het logboeksysteem. Daar gaan we het ook nog even over hebben. En er zit uiteraard ook een verwijzing naar documentatie in. Dus dat betekent dat je niet achteraf alle documentatie hoeft te verzamelen. Maar dat kan je dus direct doen vanuit het systeem. Althans, dat doet het systeem eigenlijk zelf. Dus dat brengt ook wat gemak met zich mee. Nou, als we eerst even gaan kijken wat de data manager nou eigenlijk is. Dat is een kosteloos digitaal registratiesysteem. Dus dat betekent dat aantekeningen maken op grote tekeningen op papier eigenlijk verleden tijd is. Je kan middels dit systeem overal waar je bent markers plaatsen op de plattegronden die ingeladen zijn. En daar kan iedereen bij. En je hebt altijd de up-to-date informatie wat betreft de doorvoeringen binnen het gebouw. Het is toegespitst op doorvoeringen. Dus alles wat met doorvoeringen te maken hebt, kan je erin kwijt. Maar je kan er ook een kleine uitbreiding op doen als je dat zou willen, via de instellingen. Maar in eerste instantie is het eigenlijk alleen bedoeld voor het registreren van doorvoeringen. Verder is het ook een tool die bedoeld is voor beheer, onderhoud en inspectie. Dus eigenlijk kan je elk jaar dit systeem gebruiken om de doorvoeringen te beheren, te inspecteren of te herstellen. Dusdanig dat je dus altijd een up-to-date systeem hebt waar alles in staat. En dat wat door iedereen te raadplegen is. Nou, waarom is de data manager in eerste instantie ontwikkeld? Dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je ten alle tijden plattegronden kunt inladen. En je kunt daarop de markers plaatsen, waarbij je dus per marker kunt aangeven welk type leiding je hebt, welke diameter er aanwezig is, of er een isolatie omheen zit, wie de monteur is geweest die daar is mee bezig geweest. Het is een online en offline applicatie. Dus dat betekent dat ook wanneer je geen internet hebt, je nog steeds het systeem kunt gebruiken. Dat is natuurlijk handig wanneer er in parkeerkelders wordt gewerkt of in heel goed geïsoleerde gebouwen, waarbij het internet van buitenaf niet goed binnenkomt. De gegevens zijn altijd en overal te raadplegen. Omdat het online is, kan je overal waar je bent het systeem raadplegen. Je hoeft alleen maar een internetverbinding daarvoor te hebben. Je kunt ook gegevens delen met derden. Denk daarbij aan gebouweigenaren of uiteraard de dealers of andere mensen die geïnformeerd moeten worden over over de status van de doorvoeringen. En je kan er hele overzichtelijke en duurzame rapportages van uitdraaien. En hiermee kan je uiteraard voldoen aan de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.16 van het bouwbesluit 2012. Waarbij je dus erop moet toezien dat de doorvoeringen binnen het gebouw adequaat zijn afgedicht conform de geldende regelgeving. En daarbij kan je ook de status van de brandpreventieve maatregelen binnen het gebouw eenvoudig aantoonbaar maken. Denk daarbij aan verzekeringsmaatschappijen die daarom om kunnen vragen. En dan heb je dus altijd een digitaal document waarmee je dus kunt aantonen dat de doorvoeringen binnen het gebouw brandwerend zijn afgedicht. Nou, als we nog even verder gaan kijken naar de inhoud van vandaag. We gaan kijken hoe je een account aanmaakt. In eerste instantie, want daar begint het allemaal mee. Daarbij zitten ook wat instellingsmogelijkheden die we gaan bekijken. Je kan je eigen persoonlijke voorkeuren kan je daarin kwijt.
Uiteraard ook de bedrijfsgegevens, logo's, et cetera. Want je kan het logboeksysteem voor een heel groot gedeelte ook heel persoonlijk maken. In de bedrijfskleuren bijvoorbeeld, et cetera. We gaan ook kijken naar projecten. Hoe maak je een project aan? Hoe koppel je de gebruikers aan de projecten? Hoe ga je plattegronden toevoegen? Bouwdelen kan je toevoegen. Er zit ook dus een offline werkmodus in, die ik al eerder heb aangekaart. Via de mobiele applicatie kan dat. Daar gaan we ook eens even naar kijken hoe dat dan werkt. Nou, hoe ga je dan markers toevoegen? En met de markers bedoelen we uiteraard de puntjes die op de tekening komen. Want elke doorvoering moet voorzien worden van een marker op de plattegrond. Nou, hoe voeg je die toe? En hoe kan je daarbij ook een toevoeging maken vanuit de multiselector? En er zitten ook diverse selectiemogelijkheden in het systeem om het zoeken een stuk makkelijker te maken. Logboeken uitdraaien. Gaan we even naar kijken. Hoe maak je een logboek aan? Hoe maak je een bibliotheek aan? Want je kan ook allerlei verschillende bijlagen toevoegen. En uiteraard gaan we ook kijken hoe een digitaal logboek eruit ziet in PDF. En we gaan ook kijken hoe je een project kunt afsluiten, de status kunt wijzigen. En er zit ook een mogelijkheid om een CSV-export via het systeem uit te draaien. En daarmee kan je dus bijvoorbeeld een prijsopgave maken op basis van de inhoud die je hebt gegeven aan de doorvoeringen die je dus hebt geregistreerd via het systeem. We gaan zo meteen even kijken naar het account in eerste instantie. Mochten jullie vragen hebben, dan kan dat via Q&A kunnen die vragen gesteld worden. En dan kom ik dan graag aan het einde van, van het webinar kom ik daarop terug. En het liefst persoonlijk via de mail of via de telefoon om de vragen te beantwoorden. Nou, als we dan even gaan kijken naar dat account, dan moet je die altijd aanmaken via een vaste pc of een laptop, waarbij je dus inlogt, of tenminste naar onze website gaat. En onder data manager staat registreren. En je hebt altijd de mogelijkheid om dat in verschillende talen te kunnen doen. Dus naast het Nederlands kan het ook in het Engels, het Duits of het Frans. En we hebben uiteraard ook een digitale applicatie daarvan. Hier zien we hem links in beeld, waarbij je dus de projecten inzichtelijk hebt. En je kan hier ook direct dus naar de datamanager om je projecten te beheren. Nou, eerst maar even kijken hoe die registratie in zijn werk gaat. Dus wanneer je op registreren klikt, dan kun je een account aanmaken. Je vult daarin de gegevens die gevraagd worden. Dus een naam van het bedrijf, voornaam en achternaam, vestigingsplaats, et cetera. Dus alles wat we hier zien. En ook hier kan je dus een selectie maken in welke taal je dat zou willen doen. Nou, dat zal voor jullie doorgaans in het Nederlands zijn. Nou, wanneer je dat gedaan hebt, dus de gegevens ingevuld hebt, je bevestigt hier het een en ander en je drukt dan op verder. Dan wordt er een activatiemail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. En ik adviseer jullie altijd om dan een e-mailadres te gebruiken wat een bedrijfsmail. Dus niet een persoonlijke mail, maar een bedrijfsmail. Bijvoorbeeld een info. En daar wordt dan het hoofdaccount aangekoppeld. Nou, in dit geval heb ik eventjes webinars@mulkop.com gebruikt voor het voorbeeld. Nou, we drukken dan op verder en dan kunnen we dus naar de mail. En in die mail moet je dus klikken op activeer account. Nou, en wanneer je dat gedaan hebt, dan moet je een wachtwoord kiezen. Nou, dat bevestig je dan nog een keer. En je drukt op activeren. En dan heb je eigenlijk al toegang tot het systeem. En er staan op het moment dat je het account aanmaakt, staan daar nog geen projecten in. Maar dan ga ik jullie zo meteen laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. We gaan eerst even kijken naar wat we hier zien. Dit is dus het hoofdaccount. Dat zien we rechtsbovenin. En aan de linkerkant van het scherm, daar staan nog wat tapjes. Bijvoorbeeld de projecten. De lijst met projecten kan je daarin bekijken als je die dan eenmaal gemaakt hebt. De gemaakte logboeken kun je ten alle tijde terugkijken, want die worden altijd online ook in het systeem opgeslagen. Dus die hoef je eigenlijk niet apart nog een keer vanuit het systeem te halen en apart op te slaan, maar die worden altijd online ook opgeslagen. Via de instellingen kan het datamanager geheel naar eigen wens gemaakt worden. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid naar kijken. Er zit ook een projectmanager in. Daar is eerder al een webinar van gegeven. En daarin kan je dus alle
projectgerichte oplossingen vanuit de multiselector bundelen tot een boekje. Wat je dan weer kunt gebruiken voor, voor de onderbouwing van een prijs of iets dergelijks. Nou, je hebt toegang tot een multiselector ook via het systeem. Het account waarbij je ook de gebruikers kunt beheren. Er zit ook een berichtenservice in. Dus alles wat wij met onze gebruikers communiceren, dat komt via de berichtenservice komt dat binnen. Maar in die berichtenservice kun je ook onderling met elkaar communiceren over projecten of over specifieke doorvoeringen. En dat komt dus daar allemaal terecht. En diezelfde berichtenservice is ook te raadplegen via de mobiele applicatie. Daar kom ik later nog op terug. Nou, er zit ook nog een supportknop in. Nou, als je die knop indrukt, dan heb je de mogelijkheid om daar een vraag te stellen. Je kan daar foto's in kwijt. En je kan ook de remote aanzetten, waarbij we dus op afstand mee kunnen kijken in het systeem. Dat kan wel eens handig zijn als je vastloopt of vragen hebt waar we niet direct per telefoon uitkomen. Alle producten zijn te benaderen uiteraard. Je hebt toegang tot de website en met deze knop kan er uitgelogd worden. Nou, dan gaan we eerst even kijken naar de instellingen. Want ik heb gezegd dat je die data manager vrij specifiek naar eigen wens kunt maken. Dus we gaan even kijken hoe dat dan in zijn werk gaat. Als we op die knop drukken, dan komen we in dit veld uit. En hier zien we allemaal zaken die dus opgenomen worden bij de marker. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat je die zaken aan of uit kunt zetten. Nou, op het moment dat je het uitzet, is dat ook geen vraag meer bij de marker straks. Ik laat voor nu eventjes alles aanstaan. En ik ga er even een paar uitlichten. Bijvoorbeeld de gekoppelde oplossing vanuit de multiselector. Op het moment dat je die aan hebt staan, dan zie je dus bij elke marker op de tekening ook een gekoppelde oplossing staan. Mits die uiteraard is toegevoegd vanuit het systeem. Nou, type constructie. Dat kunnen natuurlijk je wanden, je vloeren of je schachtwanden zijn bijvoorbeeld. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om via aanpassen die constructies, om daar constructies aan toe te voegen. Bijvoorbeeld je hebt te maken met houten vloeren of je hebt te maken met sandwichpanelen. En je wil die graag opnemen in het systeem. Dan is die mogelijkheid dus aanwezig via de knop aanpassen. Type doorvoeringen. Ook daar is het de mogelijkheid om zaken toe te voegen. Type isolaties. Dus mochten er isolaties zijn die wij niet hebben opgenomen in het systeem. Dan zou je dus via aanpassen ook daar de isolaties aan toe kunnen voegen. Status van het project. Ook daar is de mogelijkheid om weer aanpassingen te doen. En als we die even gaan uitlichten, dan kan je bijvoorbeeld de knop, of tenminste archief toevoegen. Je ziet er ook een prullenbakje naast staan, dus kun je ook ten alle tijden weer verwijderen. Maar ik kan me best voorstellen dat afgeronde projecten, dat die in een archief geplaatst kunnen moeten worden. En dan kun je dus met een aparte kleur aangeven. En dan kun je dus na afronding van het project, de projecten in het archief stoppen. Nou, de status van de marker, ook een hele belangrijke. En als we daarop aanpassen klikken, dan zijn de standaard opties dat die marker open kan zijn. Hij kan in behandeling zijn, gereed of goedgekeurd. En we zien hier bovenaan dat ik daar toegevoegd heb meerwerk en opname. Dus dat betekent dat je ook een marker kunt maken waarbij je dus het meerwerk kunt opnemen. Lijkt me niet onverstandig. Zeker als je op projecten komt waarbij je een prijs maakt voor een bepaald aantal werkzaamheden, een bepaald aantal doorvoeringen. En je komt in het werk wat meer werk tegen. Ja, dan is het mooi dat je die dus kunt aanduiden als meerwerk. Want dan kan je later ook weer een apart logboek uitdraaien van alleen het meerwerk. Nou, doe je het anders en zeg je van nou, ik ga eerst de vooropname doen. Hè? Dus dat ik alle markers in kaart breng, et cetera. Nou, dan kan je dus zeggen van nou, ik ga een marker op opname zetten en dan kunnen de monteurs daar vervolgens mee aan de slag om die weer in behandeling te zetten of op gereed te zetten, et cetera. Dus die uitbreidingen zijn mogelijk. Het gereed melden van een marker is mogelijk en we hebben daar een kleine beveiliging ingebouwd om ervoor te zorgen dat zaken niet over het hoofd worden gezien. En hier kan je dus zelf bepalen wat verplicht is voordat de monteur een marker gereed kan melden. Nou, je ziet dat hier
bij mij alles verplicht is. De afbeelding, de monteur, applicatiedatum, et cetera. De sparingsafmeting heb ik grijs gemaakt. Want die, nou, die vind ik in dit geval dan iets minder belangrijk. Dus als die overslaan, is dat niet zo'n ramp. Maar alle andere zaken, die wil ik wel op hebben genomen voordat de monteur de marker op gereed kan melden. Nou, gaat hij toch de marker gereed melden, waarbij hij dus het een en ander is vergeten, dan krijgt hij daar een melding van. Ja, dan moet hij dus in de rode velden nog wat zaken invullen. Projectcategorieën hebben we ook toegevoegd. Als je veel projecten hebt waarbij je bepaalde categorieën hebt, dus bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie en herbestemming heb ik het maar even genoemd, maar het kan ook zijn dat je het hebt over ziekenhuizen, scholen, et cetera. Dan kun je die dus groeperen in een bepaalde categorie. En dat maakt het zoeken binnen je project een stuk makkelijker, maar ook bij het uitdraaien van een logboek kan je eigenlijk heel makkelijk via de categorie het juiste project nemen. Want anders krijg je een hele lange lijst met projecten waar je doorheen moet. En hiermee kun je het dus wat makkelijker groeperen. Oké, dan gaan we even naar het account kijken. En hoe gaan we daarin om met het beheren van gebruikers? Dus als ik op de knop account klik en daarna op gebruikers, dan kom ik in dit veld uit. In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om je eigen bedrijfsgegevens daarin op te nemen. Dat kan via het huisje. Daar kan je dus de bedrijfsgegevens aanpassen. En als we daarop doorklikken, dan kan je bijvoorbeeld je eigen logo toevoegen. Je vult erbij de eigen bedrijfsgegevens in, telefoonnummer, e-mailadres, etc. En dit zijn ook de gegevens die altijd terugkomen in het logboek. Dus bij de uitdraai in PDF zal je dit soort gegevens daarin tegenkomen. En die hoef je eigenlijk maar één keer in te vullen. Je kunt de gegevens van het bedrijfsaccount in dit geval aanpassen. Dus het account waarin je werkt. Dus als je een monteur bent en je zit hierin, dan kun je je eigen gegevens weer aanpassen. Dus iedereen kan zijn eigen gegevens via het pennetje aanpassen. En je hebt uiteraard de mogelijkheid om je wachtwoord te wijzigen. Nou, de blauwe knop rechtsbovenin, dat is een hele belangrijke, want daar kun je namelijk nieuwe gebruikers toevoegen. En die gebruikers die voeg je toe op basis van voornaam en achternaam en een uniek e-mailadres. En vervolgens kan je zeggen van nou, het moet een bepaald type gebruiker zijn. Een superuser, dat is iemand die alles met het systeem kan. Nou, daarna heb je dus een monteur die bijvoorbeeld alleen maar markers kan toevoegen, maar niet kan verwijderen of daarin iets verder kan aanpassen. Geïnformeerde, een beheerder of een onderhoudsmonteur. En wie wat kan met het systeem, daar hebben we ook een uitgebreide een lijst van bij ons op de website. Zal ik zo meteen even laten zien ook. En dan kun je dus precies zien welk type gebruiker waartoe bevoegd is in het systeem. Nou, stel dat ik hier dus een monteur ga toevoegen, dan krijg je dit in het scherm. En de monteur die krijgt dan een mail waarbij hij dus alleen maar een wachtwoord hoeft te kiezen. En dan zit hij eigenlijk al in het systeem. En dan kan hij dus via de app inloggen om bij de gegevens te komen. Nou, ik heb mezelf even aangeduid als monteur. Dus ik zit er nu bij. En dit is eventjes hoe we omgaan met gebruikers. Nou, als we nu gaan kijken naar projecten. Want we gaan dan een project aanmaken en eens zien hoe dat dan werkt in de praktijk. Dit is de lijst met projecten, maar ik kan me voorstellen dat wanneer je net begint en nog geen projecten hebt, nou dan staat de blauwe knop die rechtsbovenin staat, die staat dan in het midden. Dat is eigenlijk het enige verschil. We zitten dus in die lijst met projecten en je klikt dan op de blauwe knop met nieuw project aanmaken. En dat kan alleen maar via een desktop, dus niet via een tablet of via een mobiele telefoon. Maar je moet echt inloggen. Via het systeem op de website. En daar kan je dus de projecten aanmaken. Nou, als je op de blauwe knop klikt, dan moet je wat projectgegevens ingeven. Dat is de projectomschrijving, naam van het gebouw, nou de adresgegevens. Je geeft ook altijd een afbeelding op van het project. Dat is ook de afbeelding die op de kaft van het logboek komt straks. Het gaat allemaal geheel automatisch. Je geeft daar een contactpersoon op van het project. Nou, daarna ga je de opdrachtgever opgeven. Ook die gegevens worden dan overgenomen in het logboek. In dit geval is dat even de BAM. Ook daar wordt een contactpersoon van opgegeven. Willem de Bruin in dit geval.
En je hebt de mogelijkheid om het direct op te slaan in het adresboek. En dat betekent dat je voor een volgend project met dezelfde opdrachtgever niet meer de gegevens hoeft in te vullen. Maar dat je die dus bovenin bij selecteer adres, kun je die dus weer oproepen en dan worden de gegevens automatisch ingevuld. Nou, wie doet dan het beheer en het onderhoud? Daar kun je altijd je eigen bedrijfsgegevens in opnemen. En die kan je ook automatisch invullen door hier op de knop kopieer bedrijfsgegevens te klikken en dan worden ze automatisch opgegeven. Ook daar wordt dan een contactpersoon ingevoerd en je drukt op opslaan en dan heb je eigenlijk het project aangemaakt. Nou, dat verschijnt ook op de bovenste regel. Dat is die school Campus Noord, hoofdgebouw. Er zitten nog geen bouwdelen in, geen plattegronden, geen gebruikers aangekoppeld. Maar dat kunnen we dus allemaal doen via de puntjes aan de rechterkant, bij acties. En dan gaan we eens kijken wat er onder die acties allemaal dan mogelijk is. Want daar moet je namelijk de gebruikers nog koppelen aan het project. Dat hoef je niet te doen bij een superuser, want die kan standaard al bij alle projecten. Maar wel voor een geïnformeerde en voor een monteur en voor een onderhoudsmonteur, et cetera. Want je wilt natuurlijk niet dat iedereen altijd bij al je projecten kan komen, maar daar wil je zelf de regie in houden. En daarom is het zo dat je dus hier nog een keer die koppeling moet maken naar de juiste personen. Nou, als je daarop klikt, dan krijg je een veldje waarin je dus de personen kunt aanvinken. In dit geval is Sanne Jansen de superuser, staat ook een S'je achter. Ik zelf sta erbij als dan monteur. En als ik wil dat ik zelf bij dat project kan, dan moet ik dus mijn naam aanvinken en op opslaan klikken. En dan pas heb ik de mogelijkheid om via de mobiele applicatie het project in te zien en te bewerken. Je kunt dan alle tijden wijzigingen aanbrengen in de projectgegevens. Je kan een compleet project kopiëren. En je kan ook hier dus het project plaatsen in een bepaalde categorie. Dus als je daarop klikt, dan kan je hem dus verplaatsen naar nieuwbouw, renovatie of herbestemming in dit geval. Ook hier is de mogelijkheid om de status van het project aan te passen. Dat zien we nog aan de linkerkant in beeld. Nou, we zien ook wat de status is. Dus open, in behandeling, nakontrole. Het archief staat er ook tussen, dus daar kan je de projecten naartoe verplaatsen. En je kan de projecten verwijderen. Nou, als we dan verder gaan klikken op het project, dan moet je nog bouwdelen of plattegronden toevoegen. Nou, een nieuw bouwdeel of bouwlaag of een nieuwe complete plattegrond. Nou, vaak wordt voor die onderste gekozen, dat ga ik in dit geval ook even doen. Dus een complete plattegrond. Als we daarop klikken, dan moet je een plattegrondnaam opgeven. Nou, in dit geval noem ik hem even begane grond. En heel belangrijk om die markernaam ook aan te passen, want anders heet die standaard marker. Dan krijg je dus marker 1, 2 en 3 enzovoorts op de tekening. Maar als je hem bijvoorbeeld BG noemt van begane grond, dan krijg je BG-1, BG-2 enzovoorts. En daarmee weet je dus direct vanuit de markernaam al op welke plattegrond, op welke verdieping je moet zijn. Dat is even een handigheidje om te onthouden, om die markers wat sneller te vinden op de plattegrond. We drukken hier op opslaan en dan voegt hij de plattegrond toe. Nou, ik heb hier al drie plattegronden in staan. Ook daar kunnen we bij de drie puntjes even zien wat de mogelijkheden zijn op basis van plattegronden. Je kan de inhoud van de plattegrond of bouwdeel kan je aanpassen. Je kan de complete plattegrond kopiëren. Dus dan zou je een kopie kunnen maken van de begane grond bijvoorbeeld. Ja, als je zegt van nou, we willen hem nog even als proef gebruiken of iets dergelijks. Alle inhoud van de markers kunnen hier als CSV-export uitgedraaid worden. Dus dan ga je alles wat je hebt ingegeven aan inhoud in de markers, kan je dus als een Excel-bestand uitdraaien. Je kan afzonderlijk alle afbeeldingen die in dat project gestoken zijn, dus alle foto's, die kan je ook per plattegrond binnenhalen op je eigen PC. Dit is nieuw. Het is ook mogelijk om losse plattegronden te downloaden, inclusief de markers. Dus dan krijg je gewoon een losse PDF met daarop alle markers. En die kun je dus als PDF binnenhalen. En ook dit is een nieuwe optie die we hebben toegevoegd om plattegronden te kunnen blokkeren.
zodat niet iedereen erbij kan behalve de superuser en de hoofdgebruiker. Dus als je zegt, nou, het project is afgerond, maar er zijn nog mensen die toegang hebben tot de markers en we willen niet dat daar nog in geschoven wordt of er zaken in gebeuren die niet horen. Dus voor onbevoegden kan je dus die plattegronden blokkeren en dan kan je er alleen als superuser of hoofdgebruiker bij komen. En uiteraard ook hier de mogelijkheid om de plattegrond of het bouwdeel te verwijderen. Nou, dan gaan we even verder kijken, want we hebben nog geen plattegrond toegevoegd. Dus we hebben wel het bouwdeel aangemaakt, of de plattegrond aangemaakt, maar nog niet daadwerkelijk de tekening toegevoegd. Want dat is wel de basis voor het logboeksysteem. Dus we klikken even door op begane grond. En hier heb je dus de mogelijkheid om op een afbeelding te uploaden. Dat mag dus ook een foto zijn. Adviseer ik niet. Want een foto, ja, dat is altijd maar net hoe je hem neemt. En als je dan een keer een revisie hebt, dan moet je dan weer op exact dezelfde manier die foto hebben om goed onder de markers te kunnen doorschuiven. Dus het advies is eigenlijk altijd om een PDF te uploaden. Een platte PDF. En dat ga ik voor dit voorbeeld dus ook even aanhouden. Als ik op upload PDF klik, dan kom ik in dit veld uit. En ook daar klik ik in het grote vierkant. En dan kom ik in de directory op de eigen PC. En daar kan ik dus de plattegronden binnenhalen. Nou, in dit geval heb ik al die plattegronden uit elkaar gehaald, maar dat is dus niet noodzakelijk. Het mag dus ook één complete PDF zijn, met erin bijvoorbeeld 10 of 20 verschillende plattegronden. En vanuit die plattegronden kan je dan vervolgens een selectie maken voor het opnemen in het logboek. Ja, dus opsplitsen is niet noodzakelijk. Nou, ik kies hier even voor een bepaalde plattegrond. Dit is hem dan. En ik heb dan een pagina geselecteerd, hè, dus een bepaalde plattegrond. Nou, en dan is dit dus mijn basisplattegrond waar ik mee ga werken. En die kan ik altijd nog kroppen of wat uit elkaar halen. Als ik denk, nou, het is alleen het hokje wat links van het midden zit, dan kan ik hem dus kroppen en dan is dat dus mijn basis. We drukken hier op bevestigen. En dan kan je nog altijd zeggen van, nou, ik wil hem opslaan als achtergrond of ik wil hem toch nog een keertje openen in de editor, zodat ik hem nog een keer kan aanpassen. Nou, voor nu gaan we hem direct opslaan. En dan gaan we zo meteen eens even kijken hoe het dan werkt met de markers. Ja, want dit is eigenlijk het al voorbereidende werk om vervolgens die markers te kunnen gaan plaatsen op de plattegrond. Nou, dit is dan die plattegrond die ik zojuist heb geselecteerd. Jullie zien al dat er al een drietal markers opgezet zijn. We gaan eens kijken naar die inhoud van die markers. Je hebt altijd de mogelijkheid om de plattegrond nog een keer te wijzigen. Hè. Dan schuif je hem dus als het ware onder de bestaande markers door. Je kan hem dus helemaal schalen. En dat doe je dus in dit veld. En dan kun je hem dus helemaal over de bestaande plattegrond zetten. En dusdanig schalen dat hij er precies opvalt en dan kan je dus de nieuwe plattegrond gaan gebruiken. Voor nu gaan we even een marker toevoegen. Dat doe je met de blauwe knop. En die komt dan op de plattegrond te staan, daar waar je hem, waar je eigenlijk het kruisje loslaat. Daar wordt de nieuwe marker geplaatst en die komt dan ook bovenaan de lijst met markers te staan. En als je op de markers klikt, krijg je ook nog een inhouds ja, een stukje met wat meer inhoud. Dus dan zie je op welke datum die is aangemaakt, laatst gewijzigd, applicatie. De extra opmerking wordt opgenomen. Mocht je nou doorvoeringen hebben die heel dicht naast elkaar lopen, dan heb je dus ook de mogelijkheid om ze met lijntjes weg te trekken, zodat je dus al die markerpuntjes blijft zien op de tekening in de PDF straks ook. Nou, die kleurtjes die zeggen wat. Dat heb ik al aan het begin even toegelicht. Open in behandeling gereed, goedgekeurd of nakontrole. En ik heb dus ook gezegd, ik wil daar mijn meerwerk, maar ook een vooropname kunnen doen. Daar zitten wat filters in ook. Je kunt filteren op markerstatus. Dus als je zegt, van, nou, ik wil alleen de markers hebben die in behandeling zijn, of ik wil alleen de markers hebben die op nakontrole gezet zijn, dan kan je dus daarin filteren. Je kunt ook verschillende markers selecteren. Als je op de knop drukt, dan heb je dus de mogelijkheid om bijvoorbeeld marker 16, 30, 32 te selecteren. Dat doet allemaal niet bij elkaar.
En je kan ook op markernaam zoeken. Want die markernaam die kun je allemaal, die kun je dus nog aanpassen nadat je de marker hebt gezet. Dan kun je zeggen, nou, ik wil in plaats van BG52, wil ik dat daar brandklep 1 staat. En dan kun je vervolgens zoeken op brandklep. En dan krijg je dus alle brandkleppen onder elkaar in het systeem te zien. En er zitten wat filtermogelijkheden in op het ID of op de markernaam. Dus dan kun je dus op alfabetische volgorde selecteren. Of op de numerieke volgorde. Dit is ook nieuw. Voorheen kon je niet zien of er al foto's toegevoegd waren aan de markers en hoeveel dat er zijn. Dat kan inmiddels wel. Dus dan zie je precies per marker of er al een foto in zit en hoeveel foto's dat zijn. En dat is een stukje gemak. Nou, als we die marker openen, nou, dan moet je daar wat inhoud aan geven. En die wil ik even met jullie bespreken ook. Dus je kan hier de status opgeven. Is die gereed? Is die goedgekeurd? Of is de nacontrole bijvoorbeeld? Op dit niveau kunnen de oplossingen vanuit de multiselector toegevoegd worden. Dus voeg oplossingen toe en je selecteert een bepaalde oplossing en je doet toevoegen. En dan staat die dus bij de marker en dit kan alleen maar vanaf een vaste PC. Je hebt de mogelijkheid om 6 foto's toe te voegen. En alleen de eerste 2 foto's worden meegenomen in het logboek. En dat is de foto voor en de foto na de behandeling. Nou, de monteur kiest zijn eigen naam en een applicatiedatum. De brandweerendheid wordt opgegeven. Je geeft ook aan wat voor type constructie het is. De sparingsafmeting geef je op. En dit zijn dus alleen zaken die bij de instellingen op actief zijn gezet. Dus als je ziet dat er zaken dus niet tussen staan, dan staan ze dus bij de instellingen ook op inactief. En dat zou je dus actief moeten zetten, zodat ze dus zichtbaar worden voor de monteur. Type isolatie wordt gekozen. En hier worden producten gekozen. Dit is een hele belangrijke, want op het moment dat je de producten hier kiest, zal het systeem automatisch een koppeling maken naar alle documentatie, die we hebben van dat betreffende project, product. Dus dat is dan een TDS, een PDS, maar ook het ETA-rapport. En de extra opmerking, die kan ook, die wordt dus ook meegenomen in het systeem. Nou, je drukt hier op opslaan. En dan heb je dus de marker gemaakt. Nou, zoals gezegd hebben bepaalde gebruikers ook bepaalde rechten. Als we gaan kijken naar superusers en hoofdgebruikers ten opzichte van een monteur. Die superusers en hoofdgebruikers die kunnen eigenlijk die markers wijzigen, verwijderen. Ze kunnen ze ook goedkeuren, ze kunnen logboeken aanmaken, projecten afsluiten. En ze kunnen goedkeuren en op nacontrole zetten. Want de monteur die kan niet zijn eigen werk goedkeuren. De monteur die kan alleen, in dit geval open, in behandeling, gereed melden of het meerwerk opnemen of zeg maar een opname doen. Het zou gek zijn als een monteur zijn eigen werk goed kan keuren. Ze kan hem wel gereed melden, wordt hij groen. Maar goedkeuren wordt dan door de superuser of hoofdgebruiker gedaan. Maar ze kunnen dus wel de markers plaatsen, foto's maken, offline werken. Dus kortom, het zijn wat beperktere mogelijkheden in het systeem. Nou, om nou te zien wat de gebruikersrechten van de verschillende partijen zijn. Dus dit zijn bijvoorbeeld de geïnformeerde, de beheerder, de monteur, onderhoudsmonteur, etc. Dit is een wat beperktere lijst. De uitgebreide lijst die staat bij ons op de website. En dan zie je bijvoorbeeld dat een geïnformeerde alleen toegewezen projecten kan inzien. Een monteur die kan bewerken, et cetera. Dus kan bewerken, plattegronden wijzigen, markers aanmaken. En zo kun je dat dus van elke gebruiker kan je dat zien. Nou, tot zover eventjes het systeem op de vaste PC. Maar ze worden natuurlijk ook gebruikt via de mobiele applicaties. En dat kan dus via een mobiele telefoon of een tablet. En daar vinden we dus weer de projecten en toegang tot de datamanager. Nou, dat berichtencentrum wat ik eerder heb genoemd, dat zit hier dus ook in. En hier melden we dus alle nieuwigheden binnen het systeem, maar we melden ook bedrijfssluitingen of andere zaken die ertoe doen voor onze gebruikers. Die kun je dus allemaal terugvinden binnen het systeem. En dan krijg je dus ook een pushbericht van op het moment dat er wat nieuws is.
Nou, we gaan eventjes die app langs. Hier vinden we dus de projecten die toegekend zijn door een superuser of een hoofdgebruiker. Een monteur of een geïnformeerde. Die kan dus alleen die projecten zien die toegekend zijn. Nou, als we dan even gaan kijken naar wat we hier allemaal zien. Je hebt de mogelijkheid om te filteren. Dat is ook nieuw. Dus je kan filteren op onderhoudshistorie, op bouwdeel of op status van het gebouw. En hier kan je dus op categorie filteren. En dat kan natuurlijk enorm handig zijn op het moment dat je een hele lijst aan projecten hebt. En je wil alleen een bepaald type projecten wil je zien. Dan kan je hier dus een filter opzetten. En dan wordt die lijst dus een stuk korter. En de mogelijkheid om binnen die lijst met projecten te zoeken. Gewoon met een zoekterm. Dan komt je project naar voren. Nou, we klikken dan nu even door op Hoofdgebouw Noord. En dan krijg je dus de plattegronden zoals die dus ingeladen zijn via het systeem. En we klikken hier op begane grond. En ook hier zien we die drie puntjes. Dus dat betekent dat we daar iets mee kunnen. Want je kan namelijk de plattegrond gaan bekijken. Of je kan hier, daar kom ik zo meteen op terug. Je kan hier ook dus filteren of zoeken. Dus ook binnen de plattegronden. Maar je kan dus ook offline werken. Dus op het moment dat de monteur op een project komt waarbij die dus geen internetverbinding heeft, in een of andere kelder bijvoorbeeld, dan kan die dus, terwijl die online is, kan die de plattegrond offline binnenhalen. Dus dan wordt alleen die betreffende plattegrond binnengehaald en die is dan ook niet meer bereikbaar voor anderen. Die krijgen dit te zien. En dan kan de monteur dus zonder internetverbinding op een mobiele applicatie werken. En elke gebruiker kan maar één plattegrond tegelijkertijd binnenhalen. Dus en andere partijen hebben dus tijdelijk geen toegang tot die plattegrond. Want als dat wel het geval is, dan krijg je dus wat miscommunicatie in het systeem, waardoor het misgaat. Dus die offline werkmodus, die is voor niemand toegankelijk totdat die weer online wordt gezet uiteraard. Dus bij de verbinding worden alle gegevens geüpload en kunnen alle gebruikers weer bij de projecten komen. Of bij de plattegrond komen, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, die plattegrond die we hebben ingeladen, die krijgt de monteur dus ook op zijn telefoon of tablet te zien. Via de blauwe knop heeft hij de mogelijkheid om markers toe te voegen. En die worden dan hieronder toegevoegd. En dit is dan bijvoorbeeld een markertje wat is aangebracht, nummer 3. En die is dus in behandeling. En die krijgen dus dezelfde kleurtjes mee als wat we al eerder hebben gezien. En die monteurs die kunnen dus ook online zien, dus op de mobiele applicatie, of ze foto's hebben toegevoegd of niet. En hoeveel dat er zijn. Nou, via het oogje kun je dus direct naar de inhoud van de marker. En hier zien we ook weer de drie puntjes. En dat betekent dat we daarop kunnen klikken. En dan kunnen we nog wijzigingen aanbrengen in de marker. We kunnen dupliceren, dus dat betekent dat je bepaalde, of eigenlijk alle markers, stel dat je een bepaalde PVC-buis hebt, diameter 110, en die komt 6 keer voor, of 100 keer voor binnen een project, en dan kun je dus die bepaalde marker kopiëren, en dan hoef je niet alle gegevens telkens opnieuw weer in te vullen. Dus dat is eigenlijk een kopieerfunctie binnen het systeem. Verwijderen, dat kan de monteur niet, maar wel een superuser, of iemand een hoofdaccount, dus ik ben ingelogd als superuser, maar een monteur zelf kan niet de markers verwijderen. En onderling berichten uitwisselen over de marker is uiteraard wel mogelijk. Nou, als we even gaan kijken naar wijzigen, we klikken daarop door, dan kan die monteur dus die naam nog aanpassen. Standaard wordt die dus gewoon opgenomen zoals opgegeven, maar die kan altijd handmatig worden aangepast. Er kan een beschrijving worden opgegeven en deze beschrijving wordt niet meegenomen in het logboek. De andere beschrijving wel, die zal ik zo meteen even laten zien. De monteur die kan hier opgeven wat de status is van de markers, maar die kan niet op goedgekeurd of op nakontrole zetten. Dat hebben we al eventjes besproken. Wel goed dat de marker foto's kan plaatsen, dus 6 stuks. En ik kan die ook uitwisselen met elkaar. Dus als hij zegt van nou, ik maak de foto vooraf en de foto achteraf. Of ik wil ze daarna nog een keer wisselen, dan zou dat kunnen. Dus de mogelijkheid om 6 foto's op te nemen. En die 6 foto's die worden wel beschikbaar op het moment dat je een PDF-uitdraai hebt. Want dan kan je online nog het systeem of de foto's bekijken. Alleen in het logboek worden alleen dus 2 foto's opgenomen.
De monteur kiest hier zijn eigen naam en de applicatiedatum. En vervolgens de brandwerendheid. Dit is allemaal vrij logisch. Het type constructie. Ik heb hier al wat meer constructies in staan dan wat standaard is. Dus die uitbreiding kan gemaakt worden via de instellingen. En hier kan hij dan een doorvoering kiezen waar hij dan mee bezig is. En hier zien we dan bijvoorbeeld brandkleppen en brandweerende deuren. Nou, die hebben wij zelf niet in het assortiment. Maar via instellingen, via de webbrowser, kunnen dus dit soort zaken ook toegevoegd worden. En dan kunnen ze dus ook met een marker aangeduid worden. Nou, de doorvoerafmeting kan worden ingegeven. En ook hier weer is het zo dat de monteur alleen maar ziet wat wordt opgegeven door de superuser of de hoofdgebruiker. Dus als er zaken zijn waarvan jullie zeggen van nou, dat is niet interessant op dit moment, dan kunnen die uitgezet worden. Hier worden dan de producten gekozen. Dan krijg je een lijst met producten en die monteur die kiest bijvoorbeeld voor het Multimastic C-systeem en de Multisealant GR, omdat dat de combinatie is die gemaakt is. En er wordt hier op het vinkje geklikt en er staat er opslaan is gelukt. En op dat moment heeft hij dus alles ingevuld en kan hij dus de marker gereed melden. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen. We gaan nu even kijken bij het aanmaken van het logboek. Dus we hebben gezien hoe de plattegronden worden toegevoegd. Hoe de monteur dus omgaat met de mobiele applicatie. En als je het project hebt afgerond en dan wil je uiteindelijk natuurlijk een logboek uitdraaien voor de klant. En dat kan via logboeken. En hier zien we dus al wat logboeken die in het verleden zijn gemaakt. Maar als je een nieuw logboek wilt maken, dan klik je rechtsbovenin op nieuw logboek. En dan krijg je de gelegenheid om een naam op te geven. Dat kan bijvoorbeeld een projectnummer zijn. Hier komen die categorieën nog een keer terug. Ja, want als je alles onder algemeen hebt staan, dan krijg je een hele lijst met projecten die allemaal algemeen zijn. Maar als je zegt, nou, ik heb nu een aantal projecten onder nieuwbouw staan, onder renovatie, dan wordt die lijst dus een heel stuk kleiner. Nou, hier wordt dan het project gekozen. Je kan een watermerk toevoegen. Dat hebben we een tijd geleden toegevoegd. Stel dat je wel een logboek wilt afgeven. Maar het is nog een concept of het is een voorlopig logboek. Dan kun je dat er doorheen zetten. Of je kan zelf daar nog onder anders namelijk een eigen invulling aan geven. De eigen kaftkleur kan gekozen worden. Nou, als je bedrijfskleur rood is, dan kan je hier rood selecteren. Of iets wat er tussenin zit. En dit is ook wel een belangrijke knop. Want hier kan je de foto's die je gemaakt hebt op, zeg maar, als hoge resolutie meenemen in de PDF. Sommige opdrachtgevers die vragen erom, want die zeggen, nou, die willen in de PDF kunnen inzoomen op de foto om te zien wat daar dan gemaakt is. En als je deze uit laat staan, dan, ja, dan zijn die foto's van een minder hoge kwaliteit dan wanneer je hem wel aan laat staan. Nou, dan gaan we naar stap 2. Hier worden dan de plattegronden gekozen. Je hoeft niet altijd alle plattegronden in het logboek op te nemen. Maar je zegt van nou, ik wil alleen maar een plattegrond van de tweede verdieping bijvoorbeeld. Of van de begane grond en de tweede verdieping. Dan kan dat uiteraard. Je kan ook een logboek uitdraaien op markerstatus. En dat kan je dan bijvoorbeeld doen op alleen je meerwerk. Of op alleen de markers die goedgekeurd zijn. Of alleen de markers die op nacontrole gezet zijn. Of een mix van de markers. Dit hebben we nieuw toegevoegd. Stel dat een opdrachtgever zegt van nou, ik wil alleen maar een logboek hebben van alles wat 60 minuten is, of van een bepaalde type constructie, of van een bepaald type doorvoering. Stel dat je zegt van nou, ik wil alleen de kunststofbuizen hebben in een logboek, of alleen de brandkleppen. Dan kan je hier dus de selectie maken. Of zeg van nou, ik wil alleen maar alles wat is afgewerkt met een bepaald product. Dus die mogelijkheid heb je inmiddels ook met het systeem. En bij stap 3. Kan een bijlage toegevoegd worden. En daar zit een bibliotheek ook in. En die kun je helemaal zelf opbouwen. Dan kun je certificaten instoppen. Je adviezen die je krijgt vanuit Mulkel. Maar ook bijvoorbeeld een rapport van een brandkleppenfabrikant. Een deurenfabrikant. Zou je dus kunnen opnemen in het logboek. Nou, stel dat dat dus een advies is wat we willen toevoegen. Dan klikken we hier op toevoegen. En dan neemt hij hem dus mee. En dan krijg je dit veld te zien. Logboek in de wachtrij, dat kan je ook weer wegklikken.
En dan wordt het logboek op de achtergrond gemaakt, maar je kan nog steeds blijven werken met het systeem. Nou, als je dan zover bent, dan heb je dus een logboek in PDF-vorm. Met de eigen gekozen kleur. In dit geval is dat rood. Nou, de foto die we in eerste instantie hebben gekozen. Hoofdgebouw Amsterdam. Daar waar het Mulcol-logo links onderin staat, komt uiteraard het eigen logo van het bedrijf te staan. De inhoudsopgave wordt automatisch gegenereerd. Daar hoef je zelf niks aan te doen. En hier komt ook weer het eigen logo terug. De contactgegevens zoals we die hebben opgegeven, die staan hier. Dus project, opdrachtgever, applicateur en wie het beheer en het onderhoud doet. Dan krijg je de plattegronden. Dit is een heel klein logboekje. En dan krijg je dus de markers. En hier zien we dus alle inhoud die door de monteur is gegeven aan de marker. Dus 60 minuten brandweerend, bepaalt die bedoorvoering, zit er een isolatie omheen, een gekoppelde oplossing. Die zit hier ook bij. Dus daar kan de opdrachtgever ook op klikken en dan komt hij dus in de multiselector bij de gekoppelde oplossing. En als jullie het goed kunnen zien, staat daaronder bekijk afbeeldingen in browser. En als je daarop klikt, dan krijg je dus alle foto's in groot formaat te zien. Dus ook de andere 4 foto's mochten die dus toegevoegd zijn. En hier heb je dus de technische documentatie en rapporten. Dus hier staan dus alle producten die dus gekozen zijn door de monteur. Die worden hier netjes opgesomd. En als je op één van de producten klikt, dan ga je naar de website en heb je daar dus alle documentatie, testrapporten, PDS'en, TDS'en, handleidingen. Alles is daar dus terug te vinden. Nou, en een kaft met onderin dus de eigen bedrijfsgegevens. En dan ben je eigenlijk klaar. En hiermee sluit ik ook het webinar af. We zijn iets uitgelopen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd en aandacht. Hierbij nog onze gegevens waar we te bereiken zijn. Voor technisch advies, voor trainingen. En mochten jullie nog vragen hebben over het webinar, over de data manager of iets anders, stel ze gerust. En dan wil ik jullie voor nu hartelijk bedanken en graag tot de volgende keer. Thank you.